En als ik dan terugkijk, ben ik heel erg trots. Maar als ik dan naar voren kijk van waar we naartoe moeten, dan denk ik van gas erop, want er moet nog zoveel gebeuren. Hè? Vandaag ben ik weer op de Automotive Campus in Helmond en bezoek ik het bedrijf Dens. En Dens, ja, die maken deze containers hier achter mij. Wat het precies inhoudt, ik weet het ook niet, maar daar gaan we nu snel mogelijk achterkomen. Max, goeiedag. Goeiedag. Waar zijn we en wat doet dit allemaal? We zijn bij Dens en dit is een hydrozine aggregaat. Dat is eigenlijk een emissieloos aggregaat waarmee we op een duurzame manier stroom kunnen opwekken op elke plek waar je dat wil. Nou, Max, begeleid ons. Ja, we gaan hier naar binnen. Mag ik? Yes. Wat gebeurt hier? Je ziet daar bijvoorbeeld, zijn ze dingen aan het tekenen. Ja, kunnen we kijken? We kunnen hier kunnen we even bij jou kijken. Ja. Was goed, jongen? Zeker. Ja, mooi. Wat ben je nu aan het maken? Dit is voor de verbouwing, dit is voor de beugeltjes, voor de... Voor lijnwerk. Voor de leidingen. Ja. Ja, we gaan daar ook nog even kijken in het lab. Dan gaan we helemaal vernieuwen, want ja, we zijn aan het groeien en dat betekent ook dat we het pand iets anders moeten indelen. Ja. En we doen heel veel zelf, dus bijvoorbeeld die beugeltjes maken om kabels of leidingen vast te zetten. Ja, die kunnen gewoon zelf 3D printen, dus dan doen we dat ook. Fijne werkdag, jongen. Ja, het staat hier nu dus mega vol, omdat we eigenlijk aan het verbouwen zijn. Dus we hebben andere ruimtes helemaal leeg moeten halen en alles even hier neer moeten zetten. Maar we kunnen hier eventjes gaan kijken, opletten voor de leiding. De container waar we net buiten stonden, die wordt hier helemaal... Ja, dus de container die laten we eigenlijk buiten, want het is best wel een groot ding. En wat we in de container zelf, is een hele grote tank waar de brandstof in zit. En die wordt in dit systeem wordt het omgezet naar waterstof. Ja. Normaal hangt hier een reactorvat in, zit nu nog niet in. Maar daar wordt eigenlijk de waterstof gemaakt. En die leiden we dan naar een brandstofcelsysteem. Dus het is dan een andere module. Ja. En hier gaat waterstof in en komt elektriciteit uit. En als we die elektriciteit hebben, dan stop je in de batterijbox die hier achter je staat. En hoogspanning, levensgevaarlijk. Ja, dus er ligt ook netjes een afdekkapje overheen. Ja. En de high voltage kabels zijn niet aangesloten. Omdat ze nog in assemblage zijn, zeg maar. Maar dan zetten we straks dit systeem daar bovenop. En dan heb je een soort van toren, eigenlijk een beetje power tower noemen we het ook wel. En die schuiven we dan zo in die container. En dan, dan zetten we hem vast en dan heb je een systeem, zeg maar. We staan hier eigenlijk bij het brandstofcelsysteem. En dit zet de waterstof om naar elektriciteit. Okay. En die waterstof die halen wij uit de hydrozine. Deze brandstof. Maar ik las ergens ook dat het mierenzuur wordt genoemd. Ja, klopt. Dus, maar waarom mierenzuur? Ja, hydrozine bestaat eigenlijk voor het grootste deel uit mierenzuur. En mierenzuur is eigenlijk de scheikundige naam voor een bepaalde molecuul, zeg maar. En we hebben ons ooit een verhaal laten vertellen dat er heel lang geleden iemand allemaal mieren heeft samengeperst en gedestilleerd. En daar kwam een goedje uit en dat was dan mierenzuur. Okay. Ik weet niet of dat verhaal waar is, maar er is in ieder geval ook een soort mier die het wel uitscheidt ter verdediging tegen roofdieren. Dus ja, het heeft er wel een beetje mee te maken. Wij doen er absoluut niks mee. Dat is wel belangrijk om te realiseren, want we gaan geen mieren melken of dat soort dingen. Dit kan ook gewoon chemisch in de industrie gemaakt worden. Goed dat je benoemt nog. Dit tankje dus. En dan doen we een beetje dat Mentos Cola verhaal. Dan komt de waterstof vrij. De waterstof gaat in deze brandstofcel. Mm-hmm. En deze bestaat eigenlijk uit allemaal verschillende plaatjes. Ja. En aan de ene kant van het plaatje stroomt de zuurstof en aan de andere kant stroomt waterstof. Ja. En doordat je de stroom trekt, trek je eigenlijk dat waterstof naar de andere kant. Krijg je, reageert met zuurstof tot water. Hè, krijg je waterdamp. Mm-hmm. En daar komt dan elektriciteit bij vrij. Dus eigenlijk is dit het laatste onderdeel tot aan tot aan de stekker, zeg maar. Ja, okay. Ja, dus hierna, hier heb je hier zie je hem zitten, de pluspol. Dan komt de grote kabel uit. Ja. Hieronder een minpol. Dan heb je plus en min. En dan, dan zitten nog wel omvormers. Maar dan heb je een stopcontact, zeg maar. En dan kun je een stekker insteken en dan heb je stroom. Ja, ik vind het indrukwekkend eigenlijk allemaal, want hoe is het begonnen? Ja, we zijn in 2015 hadden we eigenlijk een schoolopdracht. Ga iets met energie doen. Nou, daar zijn we toen mee aan de slag gegaan. Toen kwamen we deze brandstof tegen. Studententeam opgericht. Toen
ja, daarna door als bedrijf. En zo eigenlijk het piepkleine idee wat het was, zijn we wel een beetje uit aan het bouwen tot een heel groot bedrijf eigenlijk. Ja. Ja, in het begin had ik denk ik niet durven dromen waar we nu al staan. En als ik dan terugkijk, dan ben ik heel erg trots. Maar als ik dan naar voren kijk van waar we naartoe moeten, dan denk ik van gas erop, want er moet nog zoveel gebeuren. Mm-hmm. Als je kijkt naar de energietransitie waar we naartoe gaan, zeg maar, in 2050 moet alles CO2-neutraal zijn. Maar dan kunnen we niet bij 100 machines per jaar blijven of zo. Dan moeten we echt tienduizenden of honderdduizenden machines gaan maken om echt die transitie in de komende 30 jaar te gaan realiseren. Ja, want jullie krijgen ook een nieuw pand, toch? Ja, 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 klopt. Zijn ze aan het bouwen al een stukje? Nee, ze zijn nog niet aan het bouwen. Nee, we zijn nu in de fase van de tekeningen, zeg maar. Maar als het allemaal een beetje opschiet en doorgaat, dan ja, zitten we volgend jaar rond deze tijd. Als je dan weer een keer komt kijken, dan zitten we in een nieuw pand waar we echt een productielijn hebben staan. Wauw. Ja. Hoe oud ben je? 30. 30 jaar, oké. Okay. En je hebt nog een mede-eigenaar? Ja, ja, mijn compagnon, ja, die is 26, Tijn. En eigenlijk, ja, toch? Samen zijn we hier. Hoe vet jullie. Echt indrukwekkend, man. Ja, ja, ik ben ook wel een beetje trots. Ja, ik zie het ook, man. Maar dat mag je ook. Ik vind het heel indrukwekkend zelfs. Max, ga je in ieder geval bedanken. Ja. Dan heb ik eigenlijk nog een allerlaatste vraag voor jou. Waar staat dit bedrijf en jij over 10 jaar? Ja, dan hopen wij een beetje het formaatje ASML te gaan worden. Daar zijn we dan nog niet, maar daar gaan we wel naartoe groeien als we onze plannen allemaal volgen. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Jouw enthousiasme van de medewerkers gaat goed komen. Max, thanks. Dankjewel. Leuk dat je er was. Graag gedaan. Goed.